Ajax. Arnezen, Klaak op links, of Koenhaker op links, maar Arnezen gaat zelf schitterend, Frank Arnezen. Arnezen moet afmaken, ja! Fantastische goal van Frank Arnezen, 8 minuten voor tijd. Maakte zelf snelheid, Schoenhaker gaf hem de ruimte omdat hij op links demareerde. Arnezen ging door en scoorde beheerst. 3-2 voor Ajax. Trap genomen wegens buitenspel. De wedstrijd is nu ruim een half uur bezig in de tweede helft. Jensen. Schoenhaker blijft sjouwen. Bonsink. Jensen. Durfde Schoenhaker kennelijk niet aan te spelen omdat hij dacht dat hij buitenspel zou staan. Bonsink. Arnezen, ja, die denkt nog wel steeds daar aan die buitenkant. Maar de nauwkeurigheid is er bij Arnezen zo af en toe een beetje uit. Kan te maken hebben met het kilometers verslinden wat hij in zo'n wedstrijd doet. Hier deed hij het wel, ja, dan is het toch ineens weer die pure klasse natuurlijk. Pure klasse bij deze Frank Arnezen. 4-0, wat een inzicht, wat een beheersing. 4-0. Doet Krol goed. Jensen. Aardig aangenomen. Arnezen vrij. Het lopje. En het kalme doelpunt van Frank Arnezen werd op een grandioze manier gemaakt. Ja, hij zag Van Gerven 2 passen, 3 passen voor zijn doel staan. En dan moet je een bal zo raar. Vrije trap. Van Hanegem laat Arnezen even lopen. Hier neemt Arnezen dus vrij aan. Dat wat hij dan vervolgens zelf niet is erg knap. 2-0 voor Ajax. Dan zijn er mensen die zeggen dat Van Breukelen misschien beter in het doel had kunnen blijven op dit moment. Maar ja, wat was dan het gevolg geweest? 2-0 in ieder geval, Frank Arnezen. Derby. Krol. Opnieuw ingeschoven op het middenveld. Schoenhaker gaat weer diep. De kans. Prachtige goal, Frank Arnezen. Frank Arnezen, 2-0 voor Ajax. Daar herhaal ik, opnieuw doet Krol ingeschoven op het middenveld. Schoenhaker gaat rechts diep, maar deze komt dan in dat korte gat. En scoort, zeer fraai, 2-0 voor Ajax. Kieft, Arnezen. Goeie paas terug aan Kieft, er ligt wat ruimte. Kieft valt, maar Arnezen neemt over en scoort schitterend. 4-0, Frank Arnezen. Zelf ingeleid die goal van Arnezen. Kieft wil wel langs overweg, valt half. Arnezen anticipeert uitstekend. Hij zit met rechts overweg en wipt met links de bal over de verre heen. 4-0. Ajax in de aanval. Ling. Werby. Tegen het gras gewerkt, vrije trap bepaalt scheidsrechter Keizer. De vrijtrap van Arnezen, wat een goal! Schitterend doelpunt van Frank Arnezen. Stijver in de hoek, kan hij niet. Maar het ging beter met Ajax in de tweede helft toen Martin Wichmansen linksbuiten speelde. En een echte vleugelspeler had het veld nu helemaal breed. Dat gebeurde ook. Hier een vrije trap voor Ajax. Irritatie bij Arnezen, omdat het muurtje van twee spelers van NEC niet op afstand wil. Let u op, Arnezen. Hij is geïrriteerd. De Groot voor zijn neus, Hiddink voor zijn neus. Ja, dan maar schieten, denkt Arnezen. En hij schiet raak. Een fantastisch doelpunt. Maar kijk, dat was eigenlijk meer irritatie dat hij die vrijtrap snel nam. Kijken wat er van komt, heeft hij gedacht. Die bal slaat dan als een kanonskogel in de bovenhoek in. Ajax staat op 1-0.